De vakcentrales C47, BWO en VAL hebben gisteren twee lezingen georganiseerd, getiteld De berekening van de energietarieven anders bekeken en met IMF uit de crisis. De inleiders waren respectievelijk Edmund Neus, ex-onderdirecteur Telesuur, en Winston Ramotarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten VES. De panelleden Sherida Mormon, Aristo Kelly, Danny Latschman, Albert Alijnen en Armand Sunder hebben ook hun mening gegeven over de onderwerpen. De informatie- en discussieavond had als doel licht te doen schijnen op deze brandende vraagstukken. Ze beïnvloeden namelijk momenteel het leven van alle Surinamers. De activiteit is gehouden in het spascentrum. Inleider Neus ging in op de energietarieven. Hij geeft aan dat het niet altijd makkelijk is om zuinig om te gaan met energie. Een van de dingen die echt een energievreter is, is dat je... We hebben hem in verschillende maten aan huis. Dat wil zeggen, je hebt een kwart horsepower, een half, drie kwart, één. Sommige mensen hebben zelfs een anderhalf. Nou, die kwart... die vermorst al 50% van zijn energie. Want die wordt niet eens in pompbeweging omgezet. Het is gewoon vernietigen van energie. En tot één toe betekent nog altijd dat je werkt met 30% verlies. Terwijl als dit gebeuren zou bij de SWM, je daar inderdaad industriële pompen zou neerzetten, die tegen 95% efficiëntie of hoger kunnen werken, toch? Heb je meteen een hoop energie uitgespaard. Want dit is niet eenmalig natuurlijk. Op zich zeg je, het is een kleine pomp, het stelt niks voor. Maar het is wel 150.000 maal in het netwerk. Sterker nog, op het moment dat er een blackout is en het netwerk moet opstarten, is dit een enorm blok. Want om die pompen te laten starten en op dat moment moeten ze allemaal starten. De inleider Ramotarsing ging in op de lening van de regering bij het Internationaal Monetair Fonds IMF. Hij is de mening toegedaan dat de economie moet blijven groeien, ondanks de situatie. En echt, onderschat u niet wat een krimpende economie betekent. Een economie moet blijven groeien, wat krimp betekent dat we met minder moeten doen. En dan allemaal, maar dat is een verdraagzaam, denk je. Maar dan moet je nog liever in. Dan moet hij het gaan pakken bij jou. Dus we gaan onderling met elkaar vechten, we gaan breukvlakken zoeken. Alleen maar om zo min mogelijk te moeten inleveren. Dus zeker in onze samenleving die zo gemêleerd is, is het een gevaarlijk ding. Dus het is heel slecht als we die economie nog verder laten krimpen. Dus wat leek op een conjuncturele, even tijdelijke dip, bleek dat het zit veel dieper. Het zit in die structuur van die economie. We hebben een mijnbouw-economie. En dat is per definitie niet duurzaam. Dus we moeten naar een duurzaam ontwikkelde economie. En die sectoren zijn, en ik zeg niet dat het makkelijk is, want het is makkelijk om te ontwikkelen, langer denkbaar. Het zijn moeilijker te ontwikkelen dan die mijnbouw. Maar je moet naar je landbouwgewassen, je moet naar je veeteelt, je moet naar je visserij, je bosbouw, je ecotourisme, hydro-energie en andere energie. Je dienstensector, ICT, etc. Aldus Winston Ramotarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten. Hij was gisteren een van de inleiders tijdens de lezingen van de vakcentrale C47, BWO en VAL.